Heb je nog meegekregen over de slimste mensen, dat de kijkcijfers wat gedaald waren en dat Tina Nijkamp zich daar ook over uitgesproken heeft? Ja, dat heb ik ook gezien, ja. Nou viel het volgens mij nogal mee, maar ja, alleen we zijn, ik geloof dat de Masked Singer werd beter bekeken. Dat verbaast me niks. Nee, maar is ook een topprogramma. Ja, dat is echt leuk. Dat is een vorm van krankzinnigheid waar ik niets van begrijp. Maar goed, ja. Nou ja, ik denk dat dat iets te maken heeft met het feit, dat schreef zij ook, als ik het allemaal goed begrepen heb, dat ons vertrek te vroeg is aangekondigd. Ja, dat lijkt me inderdaad een kapitale strategische fout, maar nogmaals, mij treft geen blaam in dit verband. Dat was niet jouw idee om dat nu naar buiten te brengen? Helemaal niet. Nee, dat was het helemaal niet. Nou, ze vergeleken het met mensen die dan gaan aankondigen van, ja, we gaan verhuizen. En als dat dan nog een tijdje duurt, dan ga je toch al in je hoofd afscheid van die mensen nemen. En dan probeer je al afstand te creëren. Nou, daar vergelijk ze misschien dit. Is dat het. We moeten ook even afwachten. Je ziet dat vaak bij de slimste mensen, dat in de eerste weken, in de eerste periode, dan valt het misschien een tikkeltje tegen. Dat het dan, als het dan een aardige finale weken heeft, dan kan het weer bijtrekken. Trouwens, ja, kijkcijfers. Ik kijk daar wat anders historiserend tegen me aan. Wij zijn ooit begonnen met ongeveer 600.000-700.000 kijkers. En nu zijn er 1 miljoen bijgekomen. En dan kun je zeggen, nou, het valt toch een beetje tegen. Je had er toch altijd wel 2 miljoen. Ja, ook lang niet altijd. Maar in principe waren er wat dagen dat er 2 miljoen was of meer. Zeker in de finales en zo. Maar ik zie het gewoon tegen de achtergrond van wat wij ervan gemaakt hebben. Maar wat bedoel je daarmee? Ja, dat het een ongelooflijk succesvol programma is. Ja, ja, maar dat kwam natuurlijk door jou en Philip en door de humor en door... Geen idee wat daar precies de redenen van zijn. Want er was natuurlijk altijd gevraagd, hoe kan dat nou dat met 2 bejaarde mannen... waarvan er bovendien één, die ene die valt wel mee, is een hele leuke, aardige, vlotte man. Maar die andere, dat is me toch een zure, chagrijnige zeiker. Als ze die nou eens zouden vervangen, nou dan verdubbelen de kijkcijfers. Absoluut. Kijk ook naar België met dat ongelooflijke leuke programma. Nou ja. Maar ze zeiden ook, de scherpte ontbreekt een beetje en daar zitten minder grapjes in en Maarten is minder... Ja, dat was helemaal niet ons eigen gevoel. Dus ik moet je zeggen, dit zijn allemaal dingen die zich niet laten meten. Okay. Die naar mijn idee van een hoog subjectief karakter zijn. Want ik begreep dat tegelijkertijd de observatie was dat op één... sowieso Nederland, NPO1, dat het daar heel slecht mee ging. Dus misschien is dat ook een structurele achtergrond. Okay. Dat kan ik niet goed begroten. Dus ik moet zeggen, ik maak mij daar helemaal geen zorgen over. De sfeer op de set was goed. Ze hebben het zo georganiseerd dat het afscheid inderdaad al lang begonnen is. Ja. Ik heb echt het gevoel dat ze een beetje een afscheidstour te maken. Ik ben Victor Mits is op bezoek geweest. En bij de slimste mens? Ja, zeker. Wat kwam die doen dan? Nou, die heeft daar een programma gemaakt. Dat wordt op Oudjaarsdag wordt dat uitgezonden. Dan kun je zien dat wij er ook in tuinen met z'n tweeën. Oh, oké. Okay, maar is dat in de slimste mensen of is dat een speciaal... Nee, dat is in het decor van de slimste mensen opgenomen. Oh, en dat heeft te maken met jullie afscheid? Weet ik niet. Hij vroeg of wij dat wilden doen en wij hebben besloten dat te doen. En dan gaan we natuurlijk nog naar Herman van der Zand, naar het mes op tafel. Dat doen we ook nog. Ja, ja. Terwijl je nog helemaal lang niet weg bent, want je bent pas weg in 2025 bij dat programma. Ja, je hoort het van Tina Nijkamp, wij zijn eigenlijk al weg. Wij zijn schimmer geworden. We staan op de drempel van het dodenrijk. Ja. Er was ook iemand die zei van, ja, haal ze maar meteen ervan af. Weet je, ze hebben al gezegd dat ze gaan stoppen, haal ze er nu maar vanaf. Ja, die heb je ook. En dan een beetje meer de Belgische richting. Oh, ik denk dat die Belgische presentator graag bereid is om bij ons te komen presenteren. Maar ben je daarvoor om te zeggen van, weet je wat, het is wel mooi geweest, we stoppen nu meteen? Nee, ik vind dat we langzaam moeten verdwijnen in het dodenrijk. Hè? Ik bedoel, ze hebben het nou eenmaal georganiseerd. Nogmaals, aan ons heeft het niet gelegen. Ik wil verder niet uit de doeken doen hoe dit zich allemaal heeft afgespeeld. Okay. Maar het is, ik kan me dat, die overwegingen wel indenken. Maar ik vind al die observaties puur subjectief. Oké, okay, die zijn die voor dingen... rekening van de journalisten die ze maken. Ja, zeker. En als ik maar iets duidelijk geworden is van de mediajournalistiek. Je lult maar een eind weg. Het is toch oncontroleerbaar. Dus wat jij ervan vindt, dat zo is het. Nee, kijk, ze zeggen, dat is natuurlijk heel lastig. Je zou dat allemaal moeten meten.
Ja, maar kijkcijfers kun je natuurlijk meten. En daar zijn ja, nou, die waren in principe wel iets minder, maar we hebben wel eens meer gehad dat het volgens mij wat minder was. En dan kan dat kan ook weer veranderen. Ja, ja. Ja, ze hadden het er ook over dat het misschien te dicht op het vorige seizoen zat. Want... Ja, ook sorry, iets waar ik helemaal niet in gekend ben. Anders had ik gezegd, laat een jaartje wachten. Dan zul je zien, dan knallen de cijfers weer omhoog. Nee, ik ga me er niet druk over maken, kan ik. Ik vind het wel weer heel leuk om te verschimmen. Hè? Om ja, dat je langzaam zie je ze ook. Ik zou er ook een heel leuk filmpje van kunnen maken. Dat je ons langzaam ziet verdwijnen. Een beetje Elisabeth II in die slotscène. Nou, misschien kunnen we die kerk huren. Met diezelfde scenaristen. Nou ja, Filip, kun je alles nog bedenken. Jullie hebben nog even de tijd om erover na te denken. Een heel jaar de tijd om erover na te denken. Ja, zeker. Ja, nou ja. Zijn er andere dingen dat je nog hier zijn opgevallen deze week? Het was natuurlijk een rustige week met weinig nieuwsdingen. Ja, natuurlijk. Jacques Delors overleden. Oh ja, klopt, ja. En dat is natuurlijk toch wel een, ja... Een man die ooit tussen 85 en 95 de EG veranderd in de EU en heeft hij in feite de EU vlot getrokken. Was de initiatiefnemer van de euro, was de initiatiefnemer van met die akte van in feite de werkelijke gemeenschappelijke markt. Dus ja, dat was iemand die de hele zaak weer vaart heeft gegeven. Verreweg de belangrijkste commissaris, maar misschien afzien van de eerste. Wie was dat ook alweer? Halfstein? Ja, zou ik moeten weten. Maar goed. Ik begreep uit zijn laatste interviews dat hij zich wel zorgen maakte over de Europese Unie. Dat een geest van samenwerking en we maken er het beste van. Nou, bepaald niet de geest is die ze op dit moment vertonen. Dat is allemaal je moet even goed in de microfoon praten, anders horen we je niet. Oh, oké. Ja. Je ziet hem, hij zakt. Nou ja, misschien is dat ook al symbolisch dat ook die microfoon langzaam zakt. En dat je uiteindelijk nog alleen nog maar een soort krakend gefluister in de verte hoort. En dat, ja, nogmaals, je moet er niet te druk over maken. Het kan me enorm irriteren, de Hilversumse wereld. Maar je moet je er niet te druk over maken. Ik denk wel dat terecht. Maar ja, goed, is. Je weet natuurlijk wel dat als je in een programma zit wat goed bekeken wordt, dat mensen er iets van vinden en dat er natuurlijk commentaar op komt. Ja, maar goed, het wordt een stuk minder bekeken nu. Misschien vinden de mensen er niks meer aan. Ja, maar 1,6 is nog steeds veel. Er is niets aan veranderd, maar dan ook helemaal niets. Elk jaar heb je die klacht. Wat zeg ik? Bij elke ronde heb je die klacht. Ja, nu zijn ze zo stom. Is echt ongelooflijk stom. Ze zijn ook saaie kandidaten, niet zeggende kandidaten. Ja, ze zijn ook stom, saai. Het is, waar halen ze godsnaam vandaan? Ze zitten er alleen maar voor hun eigen carrière, die kandidaten. Nou, dat is, dacht ik, in de vorige jaren bepaald niet minder geweest. En bovendien bleek dat ook vaak heel goed te zijn voor de eigen carrière. Waren er vaak up-and-coming types die er zaten. Ja, en kijk, dat kun je dus positief zien en je kunt het negatief zien. Je kunt van alle dingen, dat is de fameuze metafoor. Je kunt zeggen het glas is half leeg en je kunt zeggen het glas is half vol. Het is maar net hoe je het bekijkt. Ik vond die VWI-directeur wel leuk. Die deed heel goed. Directeurtje. Ja, die is ook ver gekomen. Ja, die heeft een heel eind gekomen. Ja, jammer dat hij eruit ging. Nou ja, hij heeft God, 5-6 keer gespeeld, dus ik bedoel... Ja, maar hij liet wel een andere kant van zichzelf zien. Want je kent hem natuurlijk alleen maar als die gekke Sinterklaas. En nu... ja, ik heb hem nooit als Sinterklaas gezien, dus is die gek als Sinterklaas? Ja, is die wel redelijk en ook wel grof. Ik ga even, ook wel grove Sinterklaas. Ja. Ja, je weet, wij hebben een heel fatsoenlijk programma. Ons programma is eigenlijk ook misschien toch een beetje te melig. Te veel, ja, grijzige oude mannen. Als je dan toch kijkt naar België, hoe ongelooflijk leuke tijden. Nou,